Ja, wij hebben een melkveebedrijf hier in Papekop bij Oudewater. Maar het is hier veenachtig en heel nat land, zoals u wel kunt zien. Hij overdrijft het misschien wel een beetje, maar het land van Boer Vlooswijk is wel degelijk erg nat deze zomer. En als je daar met een trekker met dunne banden overheen rijdt, krijg je problemen. Nou, je zakt dan met de trekker te diep weg. Als je met te smalle banden onder je machines rijdt, dan krijg je de sporen in het land. Een lage sleuf, zeg maar. Daarin blijft weer water staan, dus wordt het gras te nat en verdrinkt het gras ook. Krijg je hele dode strepen in het land en het wordt te hobbelig. Dus ja, dan kun je eigenlijk niet meer fatsoenlijk gras winnen van je perceel. Ja, en dan hebben de geiten straks misschien niet meer te eten. Dus moeten er dikke banden worden aangeschaft. Maar die kosten zo 8000 euro. Gelukkig voor Boer Vlooswijk is er nu een subsidie van de Europese Unie. Dankzij die regeling ziet zijn trekker er waarschijnlijk straks zo uit. Net zoals die van de buurman van meneer Kastelein uit Woerden. Dit zijn ze. En hier staat een trekker op brede banden. En zoals ze in het project bedoeld zijn. Want de buurman van meneer Kastelein kreeg vorig jaar al subsidie, omdat het bij hem ook drassig is. Dat beetje steun is nodig ook. Want anders verdwijnen er nog meer boeren uit het groene hart. Je ziet ook al best wel agrariërs vertrekken, bijvoorbeeld naar Oost-Europa toe. Maar daar moet Boer Vlooswijk niet aan denken. Hij blijft voorlopig nog even.